Na veel vertraging is de leegwaterbrug in Alkmaar weer open. Alle rijstroken zijn sinds maandagochtend 5 uur weer in gebruik. De bouw van de vernieuwde leegwaterbrug in Alkmaar duurde 1,5 jaar langer dan gepland. Aan de brug hangt een prijskaartje van ruim 18 miljoen euro, bijna 2 keer zoveel als begroot. De renovatie van de versleten leegwaterbrug werd in 2017 gestart. Problemen met de constructie en tussen de uitvoerende partijen zorgden voor veel oponthoud. Er zijn nu weer 3 rijbanen in de richting van Hierugowaard en 2 in de andere rijrichting naar de A9. De provincie Noord-Holland had nog wel wat activiteiten gepland om de ingebruikname van de leegwaterbrug te vieren, maar door het coronavirus gaat dat niet door.